Goedemiddag allemaal, daar ben ik weer, Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. In de vorige aflevering hebben we in totaal 5 sterren verzameld. En er blijkt hier dus nog eentje te zitten met een prankster comment, maar daar ga ik me nou nog niet druk over maken. In deze aflevering... Ja, laten we naar de darkness gaan, waarom nog niet. Ik wil jullie wel eventjes zeggen, voordat ik dus ga beginnen helemaal volledig over deze aflevering... Volgende aflevering, ja, sommigen die kijken op een of andere gevaarlijke manier niet tot het einde van de video, dus daarom zeg ik het nu gelijk eventjes. Morgen komt er geen aflevering, aangezien dat ik dan even rustig kan bewerken en opnemen, ook natuurlijk voor de Minecraft special en al dat soort gebeuren. Dus dan weten jullie dat. Morgen dus geen aflevering. Dank jullie wel. Goed, dit is een soort van waterlevel, spooklevel. En wat we hier dus moeten doen, is we moeten hier dus zeg maar zien te komen naar een ghost ship. Maar wat het allerleukste hier is, is er zit hier dus zeg maar een kanon en die brengt je zeg maar naar een eiland genaamd dat eiland daar. Alleen je kunt dus zeg maar naar een secret eiland toe schieten en dat zit daar. Dit eiland daarachter is best wel leuk. Het is een zinloos eiland, je kunt er helemaal niks mee. Er zaten heel veel glitches in dit eiland. Want dit eiland loopt namelijk leeg. Je hebt hier een schroef zitten en als je die schroef losmaakt, dan gaat het eiland leeglopen. Hoe ziet dat eruit? Nou, zo... En hier komen dan de munten tevoorschijn. En er zit hier dus zeg maar een infinite jump die je dan zeg maar zou kunnen doen voor een bepaalde tijd totdat Crafty weg zou gaan. Want je hoort dus zeg maar een timetje afgaan. Oké, laten we die eindeloze jump eens doen. Yay! En de eindeloze jump die stopt. En dan kom je hier dus toch nog op dit eiland terecht. En dan kun je dus hier zeg maar een fire flower pakken. Die je dus eigenlijk nodig zou hebben bij die portal daar. En er zitten hier zoveel Octoroks dat je dus links en rechts wordt beschoten door stenen en... Dit was niet mijn bedoeling. Laat me leven. Nee dus. Stoned to death. Wat je dus ook zou kunnen doen is gewoon mikken hier op dit sterretje. Ik ben dom. En als je dat sterretje dus pakt, dan kun je ze dus hier allemaal uitschakelen zonder dat je dus helemaal gesteend wordt. Krijgt hier ook nog eens een keer heel erg veel Starbit door. Dus ik zou zeggen, wat houdt je tegen? Schiet ze allemaal lek. Yay! Mijn stenen, ik zal jullie leren. Ik zal jullie morgens leren. Oké, nou, even alle Starbitjes verzamelen. En de reden waarom dat je hier dus echt verplicht naartoe moet, is vanwege de vuurbloem die hier zit. De vuurbloem die hier zit... Hallo vuurbloem, waar zit je? Aan de onderkant zeker, ja. Die heb je nodig om dat poortje open te maken waar we dus zeg maar net op de begane grond hebben gezien. Dus wat we moeten doen is we moeten dus terug lanceren weer terug naar de home planet hier. En wat we dan moeten doen is we moeten dan zo snel mogelijk hier de kaarsjes aansteken. Lol. Dat is 1. Kom op. Dank je. Nou, als je dat gedaan hebt, dan kun je dus zeg maar richting de plek waar je de stem moet. Daar zien we iets shinies. Volgens mij was het een... Warpster die daar zit, dat weet ik niet zeker. Dan moet ik wel even kijken. En volgens mij is dat toch gelijk een secret ster, maar... Nogmaals, ik ben dit level een beetje vergeten. Dus waarschijnlijk gaan we dit level niet halen in 1 aflevering. Maar laten we gewoon eens even kijken waar dit ons naartoe brengt. Hallo. Ik ga jou openschieten. Oef. Nee, er zit gewoon een leep in. Oké, ik dacht dat daar de secret is, maar daar zit het dus niet. Ik weet dat hier ergens een secret star zat, maar waar dat er precies zit, dat komt wel bij me op het moment dat ik dit level verder ga halen. Dus ik herinner me wel dat ik heel erg lang vast heb gezeten, omdat ja, je ziet dus heel erg veel plateautjes daar aan de bovenkant zitten. En dan denk je dus bij je eigen dat daar boven ergens een secret zit. Dat is niet het geval. Dus Hi Toad, wat heb jij te melden? Toad! Toad! Toad met bril. Hi Toad. Wat? De team is surviving on Underground League. Ja, whatever. Batterij. Gaan we weer krijgen hoor, de batterijgrap. Oké, nou. Ik ken daar wel naar boven toe. Tenminste, dat is wat ik toen ook heb geprobeerd. Ja, dat was mijn telefoon. Ik krijg in één keer een bericht, maar... Ik heb nou geen zin om mijn telefoon te beantwoorden, want ik zit midden in een opnames. Oké, nou. Oh nee, ik weet alweer waar de secret zat. It's a secret to everybody. Ik dacht dat hij daarboven zat, omdat je daarboven zoveel plateau ziet. Maar die zit daarboven helemaal niet. Deze secret is nogal gemeen. Wat je hier dus zeg maar hebt, is een blooper! Waar je dus zeg maar eigenlijk naartoe zou moeten, is hier. Zou je dus zeg maar
deze swap doorhalen. Dan gaat het hek open. En dan zou je die kant op moeten. Maar zoals je dus net zag, daar beneden... daar zit zeg maar een shell. Precies, ze zijn hier. En ik zit een beetje met zuurstof, maar ik denk dat ik mij wel red. Ook al is het rood. Nu zit er hier namelijk ergens... oh, daar hebben we een zuurstofbubbel. Gelukkig. Er zit er hier ergens namelijk een... dinges, daar. En die moeten we laten exploderen. Doe je dat goed? Dan blaast heel dat schip weg en dan komt er dus zeg maar een secret warpstand tevoorschijn. En daar zat je secret. Hier heb ik hem best wel behoorlijk lang vastgezeten om deze secret eigenlijk te vinden. Het is een gemene secret, dat wel. Dus nou, dan komen we dus zeg maar in een soort van toybox. En dan zien we dus zeg maar hier een boom met een ster. Heel erg vriendelijk. Oh, sorry. En wat we dus hier moeten doen is we moeten hier de gravity dus een paar keer zeg maar zien te verslaan. Of ja, verslaan. We zouden de gravity hier moeten veranderen een paar keer. Om dus zeg maar bij de goede plek te komen. Om dus zeg maar licht te maken. Wat ik wel mooi vind is omdat hier dat water ondersteboven hangt. Door de zwaartekracht natuurlijk. Ik had hem bijna. Tot je dan echt ook die regenanimatie hebt. Oké, nou mag ik even wat licht. En dan ga ik... auw, Boe, je staat in mijn wee. Weet je wat, Boe? Boe, kom eens hier. Oh ja, ik mag jou natuurlijk niet aankijken, hè. Ben je... weet je wat, vlieg zelf het licht in. Vlieg het licht in. Come towards the light. Go to the light. Wat hij ook doet. Ik vind het aardig als ze luisteren naar mij. Dat is echt heel erg raar. Nee, ik moet naar die... ik heb hier die spikebal en ik haat spike... Nee! Ik wil naar die... gravity swap, dank je. Kijk, tenminste die steffels moet pakken. Wat lief! Dankjewel dat je zo meewerkt. Dus dat is eigenlijk de secret die je daar dus zeg maar kan krijgen. Ik zie jullie eventjes weer terug op het punt tot ik weer daar bij dat punt ben in het water. Om gewoon verder te gaan met de oorspronkelijke ster. Dus be back in een knip. In een editwerk. Met 5 muntjes. En 57 starbits. En dan ook nog eens een keer save your game. Nee! Tot zo. Nee, we gaan niet terug naar dat level. We gaan naar de speedy comment. Die zeg maar nou te halen is bij deze level hier. Blijkbaar is hij tevoorschijn gekomen en hebben we dus een extra ster hier te halen in deze galaxy. En ik weet het, ik zou kunnen kijken of er ergens purple coin comments zijn. Maar op zich, ik denk dat we hier wel genoeg werk hebben in deze aflevering. Dus waarom ook niet, we houden gewoon even deze aflevering aan. Dus dit is de speedrun, dat we hem dus zo snel mogelijk moeten gaan slaan met de baas en alles wat we dus eigenlijk al gedaan hebben. Ik zou hier een fast forward op kunnen gooien, maar daar heb ik weinig zin in. Dus wat we gewoon gaan doen is, we gaan gewoon zo snel mogelijk deze halen. En volgens mij moest je deze binnen 2 minuten doen. 6 minuten! Hoezo krijg ik hier 6 minuten voor? Auw. Heb ik eigenlijk die dingen wel nodig? Nee. Oké. Waarom krijg je hier 6 minuten voor? Wat is dit? Dit is geen uitdaging. 6 minuten, dat is... veel. Heel erg veel. Jongen, ik moet jou heel eventjes... ik moet jou heel eventjes daarin hebben. Het is een speedrun, dus dan moet ik wel snel zijn. Toch even dat muntje eventjes erbij pakken. Ja, jij gaat je eigen opofferen. Alweer. Wat lief. Oké, nou gaan we daar naartoe. Oké, dan moeten we hier nou eventjes die chips verzamelen. 4 in totaal op de grond en eentje die zit daar dus zeg maar hoog. Auw. Stop met mij te spinnen. Oké, deze ken ik. Ja, ik had hem daar niet voor nodig. Yay. Oké, dan pakken we deze erbij. Komen de spoelstars tevoorschijn. Hoezo krijg ik hier zoveel minuten voor? Ik bedoel, 2 minuten dat... oké, ik zal eens kijken of 2 minuten daadwerkelijk haalbaar is. Maar volgens mij komen we nou al bij die baas. Oh nee, we hebben nou dat poolstar gebeuren. Oh, frickity frick frick. Oké, concentratie. Dit moet je niet... batterij! The return of the batterij! Oké, dat is wat hij geschoten heeft. Ik heb hier net zo vaak in gefaald. Ik weet wat ik moet doen hier. En go. Oké, wacht. Schiet, ja... nee, even. Ik moet hier. In 1 keer gehaald. Mooi. Oké, nou oké, vooruit. 2 minuten zou niet te doen zijn. Ik snap waarom dat ze 6 minuten geven. Oké, nou hier moeten we gewoon snel doorheen lopen. Ik ben niet bang voor die shockwaves.
En mijn controller die begint al een beetje te spazen. Wat leuk. We gaan Starbits meenemen. Volgens mij moest je hem daarop laten gooien of zo. En kwamen de Starbits uit. Ik weet niet precies. Maar ik weet in ieder geval dat de kistjes niet zo erg boeiend waren. Dus vandaar dat ik niet echt veel moeite ervoor neem. Oké, nou. Dat stuk hebben we ook alweer gehad. En inderdaad, in 2 minuten zou dit niet te halen zijn geweest. Maar we zijn nu al bij de baas. Doei. Ik heb geen tijd voor jullie. Ik ga eens even kijken of ik dit in de helft van de tijd kan doen die ervoor gegeven is. Eens kijken of ik dit in 3 minuten kan halen. Dat lijkt me wel leuk. Oké, nou, hij komt weer naar beneden gevallen. Splatsch. Hallo, dankjewel voor je Starbit. Mag ik jou heel even op je kop springen? Dankjewel. Jij gaat mij natuurlijk raken, want je bent een eikel. Je bent zo gemeen. Oké, dat is 1. Dat is 2. Mag ik hem nog een keer raken? Zou wel leuk zijn. Natuurlijk raak ik hem nou niet bij de shock. Oké, nou heb ik hem geraakt bij de shock. Daar komt onze ster. Oké, ik kom eventjes terug op. 2 minuten was misschien te kort, maar 6 minuten is zeker veel te lang. Dit is geen speedrun, dit is een slakrun. Punt. Ik bedoel serieus, even zonder ongein. Ik heb dit dus gehaald in 2,5 minuut, waar dus 6 minuten voor gegeven werd. Nou ja, we hebben in ieder geval nou die galaxy compleet en dan ga ik dus eindelijk naar die statue die dus zeg maar hier eigenlijk nodig was, die we te pakken moesten krijgen. Dus ik zie jullie zo op het moment dat we weer terug bij dat water zijn. Tot zo! Oké, terug bij die schakelaar waar we dus zeg maar dit hek open kunnen maken. Ja, ik heb het heel eventjes net, ben er gewoon even snel doorheen gegaan. Dan kunnen we weer omhoog en dit is eigenlijk de locatie waar we naartoe moeten. Alleen zoals je dat ziet zit daar dus nog een hek. Maakt hij die ook alweer open? Is dat ook ergens een switch, geloof ik? Ja, daar. Oké. Ik bedoel, er zit genoeg airbubbles, dus het is eigenlijk een beetje tijdrovend dit. Gewoon, ja, we hebben een hek neergezet, maar de switch die zetten we precies daar neer. Zodat het eigenlijk heel erg zinloos is. Goed, en als je dan hier eindelijk bent, dan heb je daar dus zeg maar in het midden heb je een ghost ship. En ja, aan de onderkant zit een golden coin en er komen dan heel veel muntjes tevoorschijn. Dus zeker handig om dat natuurlijk te weten. Maar als we hier dus komen, dan komen we dus bij Carmelia. Ik geloof dat jullie haar noemden. Met groene lippenstift. Deze hebben we al een keer verslagen, inderdaad. En hier moeten we die nog een keer verslaan. Oké, vuurbal. We weten dat ze dus zeg maar de batterij. Oké, wachten tot ze gewarpt is. Poep. En dan schiet ik dat in. Sorry. Dick Express. Oh, en voor de mensen die het willen weten. Er is zeg maar, daarboven is daar zeg maar een super shroom te vinden. Heb je meer hitpoints nodig, dan kun je die daarboven zeg maar makkelijk te vinden. Ik zelf vind hem niet nodig, want ik vind Carminia, of hoe dat mens ook heet. Ik zelf heb dat niet echt nodig, dus ik heb er weinig problemen mee. Nou gaat ze naar boven toe. Komt ze een paar Kamek's tevoorschijn. En moeten wij dus ook naar boven toe. Waarom dat er licht bij zit? Ja, ik weet niet. Waarschijnlijk vanwege de boost die er eventueel zouden zitten of zo. Zo, wat een vuurballenfestijn. Mag ik meedoen? Oh, oké. Okay, nou, de Kamek's doe ik heel even negeren. Ik schiet even naar jou toe. En, mis. Oké, 1 Kamek hebben we al. Kamek, joepoep. Oeh, lucky dodge. Oké, nou, de Kamek's die zijn weg. Ga jij inwarpen? Oké, daar naartoe. Gooi nog eens eventjes zo'n groen ding. Nooit naar je vijand luisteren. Nooit doen. Slecht plan. Niet slim. Oké, nou, dan komt het. Recht voor mijn neus. Kun je het me nog makkelijker maken? Sneeuw, joh. Nou, de Wand of Camelot breekt en we krijgen de ster. Ik bedoel, vijanden die heb ik hints gegeven. Nu geef ik ze, zeg maar, verkeerde informatie. En dat werkt in mijn voordeel. En daar ben ik blij om. Maar we hebben dus een derde ster gekregen. En met dat denk ik dat we nou wel genoeg materiaal hebben voor deze aflevering. Dus zoals altijd, dank ik jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En hou er rekening mee. Mocht ik dus zeg maar geen upload. Zaterdag gaan we weer verder met Minecraft. En dan zien we dus zeg maar dat Owler iets leuks doen. En ik hoop jullie dan te zien. Dat was ZeldaBlade20. En met dat buk ik nog 1 keer. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Doei! En laat natuurlijk ook een like achter. Ik denk zo even met mijn doei!